Hey, welkom. Hier is Mariette met weer een nieuwe aflevering van de Pubers met Vrouwangst Podcast. Om de vier afleveringen maak ik er een speciaal voor leerlingen en jongeren. En dit keer heb ik een oefening voor je en ook uitleg over nou, hoe je snel lekker in je vel komt, hoe je je snel beter kan voelen. gewoon door ergens aan te denken. En dan is mijn vraag: heb jij een go-to place? Heb jij een plek in jouw gedachten, in jouw herinneringen. waar je naartoe kan gaan. Als het je allemaal even te veel is geworden. Als ik dat meemaak, als ik dat nodig heb. dan ga ik in gedachten terug naar een camping. waar ik op mijn zestiende was. waar ik toen een paar jaar achter elkaar ben geweest. en ik was daar zo gelukkig. Dus ik, ik voel me dan weer helemaal daar. Ik, ik lag daar, die herinnering. ik lag daar ergens op een steen met mijn handdoek. zo'n grote steen. en ik lag de zonne. en ik hoorde de geluiden van het zwembad. het was lekker weer. ik voelde de zon op mijn hoofd. Dus als ik terug ga naar die herinnering dan voel ik dat allemaal weer. Dan hoor ik zelfs de muziek die ik toen in mijn oortjes in had. Vroeger had je dan zo'n koptelefoon, een Walkman. En ik weet nog welke muziek ik op had... en wat, dat ik me toen zo gelukzalig voelde, zo gelukkig voelde. Nou, nu ben ik zoveel jaar verder in mijn leven... maar ik, dat gevoel bestaat nog. Dat zit ergens opgeslagen in mijn brein... en ik hoef alleen maar daaraan te denken. En ik kan aan die knoppen draaien door... Mijn zintuigen te activeren. Dus hoe voelde het daar? Maar ook wat zag ik daar? Wat zag ik omheen? Wat voor geluiden waren daar? Uh, wat rook ik daar? Ik rook de, de geur van chloor. Dat was een zwembad waar de badmeesters altijd wat chloor bij deden. Dus dat hoort ook bij die herinnering. Dus door al die zintuigen wakker te maken in zo'n herinnering, zakt je gevoel daar ook weer helemaal in. En dan in het hier en nu, gewoon nu, kan je je dan voelen. Hoe je je toen voelde. En hoe meer je dat oefent om naar die plek terug te gaan. Hoe makkelijker je dat ook kan gebruiken. Gewoon tussen de lessen door. Ga even naar de wc en dan denk je weer even aan iets fijns. Tijdens de les. Tijdens een saaie les. Tijdens een toets. Als je even een vraag niet meer weet. Als, je, als iets je niet te binnen schiet. Even weg. En daarna kom je weer terug. En dan schieten dingen je vanzelf weer te binnen. Juist omdat je even weg bent geweest. Omdat je even jezelf... Ge Reset hebt. Een ruzie met iemand gehad, uh, een ongemakkelijk gevoel, je bent ontevreden over iets, je hebt een slecht cijfer gehaald. Het maakt niet uit wat. Als jij in een nare stemming zit en je denkt even aan zoiets fijns en je gaat dat groter en groter maken in jezelf, voel je je altijd beter. Nou, neem eens even een herinnering. Vaak vraag ik naar mijn kinderen wat is een fijne vakantieherinnering, omdat dat vaak momenten zijn dat je even helemaal niks hoeft. Dus voor nu. Vraag ik jou ook, ga naar een hele fijne vakantieherinnering. En het kan een jaar geleden zijn, kan tien jaar geleden zijn, dat maakt niet uit. Gewoon een herinnering waarin jij je zo gelukkig voelde en zo blij was. En als je dan zo'n herinnering bedacht hebt en het mag gewoon met je ogen open, het mag ook even met je ogen dicht, stap dan eens terug in die herinnering, alsof je het nu weer meemaakt. Dus wat zie je dan allemaal om je heen? Wie zijn er bij je? En wat zie je nog meer? En wat voor geluiden zijn er? Hoor je andere mensen of hoor je de natuur of hoor je wat dan ook? Wat hoor je? Misschien ben je met een groep en hoor je mensen praten. Wat ruik je daar? Ruikt het naar lekker eten? Zijn er lekkere geuren? Iets specifieks wat bij die plek hoort. En dan, hoe voelt het als je zo helemaal teruggaat in die herinnering? Hoe voelt dat in je lijf? En misschien is dat wel het gevoel van plezier of helemaal niks hoeven, totale ontspanning. En dan haal je nog eens even rustig diep adem. Adem je dat gevoel in, dat fijne gevoel van toen. En weet dat je altijd met je gedachten naar deze plek terug kan keren. Om weer even dit gevoel te voelen. Zodat jij je weer sterker en lekkerder voelt. En dan neem je weer even afscheid van die plek. En dan kom je weer gewoon terug. Naar waar je nu bent en waar je nu naar mijn stem luistert of naar mijn video kijkt. Dit was gewoon zo'n hele kleine oefening. Ik doe hem ook vaak met scholieren. Als ik een les mindfulness doe. Gewoon even weg in je hoofd reizen. Het kan ook tijdens een les. Het, wat ik net al zei. Je kan het altijd en overal doen. In de bus als je ergens naartoe bent. Op de fiets. Maar dan wel met je ogen open. Die is niet zo handig. Maar dromen kunnen we allemaal. En even wegdromen naar een fijne herinnering kan jou net even dat setje geven om je nu weer lekkerder te voelen. Dus ga ermee oefenen. Veel succes ermee. Als je vragen hebt of opmerkingen, stuur me even een berichtje en uh, krijg je altijd antwoord. Tot volgende keer.